35 6 7 11 3 3 8. Het Vogeltrekjournaal. Ja. Met afgelopen week op veel plekken in Nederland 40 graden op de thermometer, zou je het niet zeggen. Maar in de vogelwereld is de zogenaamde herfst al begonnen. Want soorten trekken nu alweer terug naar het zuiden om te gaan overwinteren. Joost van Brugge van Zo van Vogelonderzoek, we hoorden je net al buiten. We hebben het met jou het hele voorjaar lang de vogeltrek naar het noorden gevolgd. Maar de trek naar het zuiden komt, ondanks dat het warm is, toch op gang. Is er geen verband met die hitte? Is het waar het gaat om vooral de daglengte? Nee, er is geen verband met die warmte. Ja, even de microfoon iets meer daarin zet. Sorry. Ja. Er is geen verband met de hitte? Nee, de najaarstrek begint eigenlijk altijd in juli. Dan gaat het alweer zuidwaarts. Ja, snel altijd. Ja, dus hè? Iedereen zit nog echt in die zomerfase voor zijn gevoel. Maar de vogels die denken al aan de winter. Ja, die trekken zich er niks van aan. Ja, je knippen met je ogen en ze zijn alweer weg. En over die hitte gesproken, hoe redden de vogels zich nu met die warmte? Nou, ik hoor wel dat mensen zeggen van ja, ik hoor wel opvallend veel minder vogels nu op dit moment. Maar dat is ook inherent aan de periode waarin we nu zitten. Vogels houden zich sowieso rustig nu. Het broedseizoen is voor heel veel vogels gewoon echt afgelopen. Ja. Dus er is geen noodzaak meer om te gaan zingen of te gaan roepen. Je moet gewoon gedijst houden. Je moet opvetten om de reis naar Afrika te kunnen maken. Want je ziet die kleintjes worden gepakt door een torenvalk of wat dan ook. Ja, dus je kunt je maar beter gewoon rustig in de struiken ophouden. Dus mensen, het is niet alleen maar omdat het zo ontzettend warm is. Het is altijd heel erg rustig in juli, augustus. Ja, en is het dan ook een soort rui waar ze in zitten? Of, er wordt ook geruit, ja. Ja. Nadat de jongens zijn uitgevlogen, zie je dat veel soorten ook aan de rui beginnen. Want ja, je moet wel een nieuwe verse veer hebben. Ja. Op het moment dat je de reis naar Afrika moet maken. Oh, ja. Ja, dan, ja. Dus dat gebeurt ook vaak in deze periode. Ja, even een nieuw vleugelpak aantrekken. Ja. Collega Henny Radstaak hoort in zijn tuin al een paar dagen lang dit geluid niet meer. Laten we even luisteren. Bekend, hè? Ja, dat zijn gierzuiden hoor. Ja. Ja, daar moeten we afscheid van gaan nemen voor de aankomende maanden. Dat is echt jammer. Dat zijn echt een beetje ook weer de eerste, hè? Die, ja, er wordt ook wel de 100 dagen vogel genoemd. En dat komt omdat hij pak een beet 100 dagen in Nederland is en dan is hij alweer vertrokken. En ze komen zo eind april. Dan komen ze binnen. Rond Koningsdag zie je ze binnenkomen ongeveer. Ja, en op rond 20 juli dan merk je al dat het minder wordt. En rond 5 à 10 augustus, dan is bijna heel Nederland al verlaten. Ja, ja. Nu, gierzwaluwen nestelen heel vaak onder de dakpannen. En ik hoorde toch wel dat ondanks die hitte daar wel wat drama's zich hebben afgespeeld. Wat gebeurt er dan? Ja, het wordt natuurlijk onwaarschijnlijk heet onder die dakpannen. Het is 40 graden in de schaduw gemeten. Maar die hitte van die zon, dat bouwt natuurlijk op onder die dakpannen. Dat wordt alleen maar erger. Dus dat is ook echt voor een huiswaar of voor een gierzwaluw niet uit te houden. En dan kiest zo'n jong er toch voor om de sprong maar te wagen. Ja, en dat als je nog niet ver genoeg bent, dan donder je naar beneden. En dan kom je ook niet meer van de grond af, want gierzwaluw is niet gemaakt om op de grond. Die kunnen niet eens lopen, nee. Nee, die kunnen niet eens lopen. Dus die liggen op de grond en dan is het ook gebeurd. Maar het is echt alsof je uit een brandend huis springt gewoon. Ja. Dat is het. Ja. En dat is ook vaker gebeurd, dat heb je gehoord? Ja, dat is me al een paar keer ter oren gekomen dat gierzwaluw dus gesprongen zijn. Wat erg, ja. Ja, sneu is dat. Ja, dat is wel heel sneu, ja. En aan welke soorten merken we nog meer dat de najaars trekt? Ik bedoel, dat zijn de gierzwalen. Wie zijn er nog meer? Staan in de startblok of zijn er al weg? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat spreeuwen al in groepen zich bevinden. Dat je grote groepen spreeuwen krijgt. Dat is eigenlijk een opmaat voor de vogeltrek. Ja, je verzamelt je, hè? Ja, je verzamelt je. Want je hebt safety in numbers, zoals ze dat dan altijd noemen. Safety in numbers. Ja, mooi Nederlands zei dat safety in numbers. En dat houdt in dat als je maar met een groot genoeg aantal bent, dat de kans dat jij gepakt wordt natuurlijk veel kleiner is. Dus het is heel veilig om in grote groepen te zijn. Dat voorverzamelen, dat gebeurt nu, voordat ze naar Zuid-Europa vertrekken. En vliegt het ook lichter? Ik bedoel, net zoals in een peloton dat je achter de voorste, dan bedoel, heeft het ook daarmee te maken? Of is het vooral die veiligheid? Nou, die aerodynamica, dat zie je wel bijvoorbeeld bij ganzen en bij kraanvogels en eenden. Die pakken die aerodynamica als ze vliegen. Maar zo'n wolk spreeuwen, dat is echt bedoeld om gewoon de kans dat jij gepakt wordt in een groep van 1000 is nog maar 1/1000ste. Ja. Dus daar is het echt voor bedoeld. Ja,
En steltlopers, hè? Die, dat merk je eigenlijk in heel Nederland waar zoet water is. Met slikrandjes en modder en dergelijke. Daar ga je nu kemphaan of witgat, oeverloper, groenpootruiter, bosruiters. Dat soort spul zeg maar, uit Scandinavië, dat is nu overal in Nederland te vinden. En dat gaat allemaal naar Afrika. En dat is nu al aan de gang. Ja, want we gaan even luisteren naar... wat is dit? Maar, ja, dit is een lachstern. Ja, een lachstern. Dit is een lachstern, ja. Dat is inderdaad ook een leuk voorbeeld. Want de lachsterns, die zijn nu ook weer in Nederland. Die hebben we eigenlijk altijd wel gekend als doortrekker. Heel vroeger ook als broedvogel. Hoe ziet hij eruit? Hij doet een beetje denken aan een grote stern. Maar hij heeft een veel dikkere snavel. Bijna een snavel als een meeuw. Daarom noemen ze in het Engels ook wel de gull-billed tern. De stern met de meeuwensnavel. Een hele grote, dikke, forse snavel. Het is ook een vrij forse stern. Als je naast een visdief ziet, is hij echt duidelijk een stuk groter. Aha. En een mooie zwarte kopkap. En een beetje een lachend geluid. Ja, en inderdaad, als ze balsen, dan gaat dat geluid wat je net hoorde, dat gaat ook wat sneller. En doet echt denken aan lachen. Noemen wij hem lachstern. Lachstern. En die... viert eigenlijk even vakantie in Nederland of zo. Dat is een tussenstop. Ja, precies. Dus op de weg naar Afrika, dan is de haast om op je eindbestemming te komen een stuk kleiner. In het voorjaar, dan wil je zo snel mogelijk terugkomen op de plek waar je wil gaan broeden. Want je moet de beste plek hebben. Je wilt het beste huis. Ja. En dus ga je als een sodemieter richting het noorden. Maar als het helemaal achter de rug is en je moet naar Afrika, als we er een paar weken over doen, is het ook goed. Dus grappig, de heenreis gaat gewoon heel snel en de terugreis heeft gewoon wel tussenstops. Ja, dat gaat met wat stepping stones zo richting Afrika. Ja. Ja. En zie je dan families of reizen dan de jongen apart van de ouders? Hoe gaat het bij bijvoorbeeld die lachsterns? Nou, of het echt families zijn, dat betwijfel ik. Ik weet dat niet zeker. Je ziet wel dat bijvoorbeeld bij lachsterns, je kunt nu lachsterns tegenkomen bij Sint Maartens Vlotbrug in Noord-Holland, bij die bollevelden. Die zijn onder water gezet vanwege de aaltjes die daar voorkomen. Die moeten verzopen worden door de boeren. Ja, de aaltjes gaan we het straks over hebben. Dat zijn kleine rondwormen. Ja. Maar dus de boeren zetten dat onder water. Ja. Dus de aaltjes overleven dat niet. Nee. Maar dat is weer positief, want het is een soort zwembad voor... Ja, precies. Dat is eigenlijk een soort van keuken. Hè. Dat is een prachtige, ondiepe bak met water waar allerlei diertjes zich in gaan vestigen. Watertorretjes en kevertjes en watervlooien. Ja, dat vinden die steltlopers natuurlijk allemaal prachtig. Dus dus als je naar die plekken gaat, dan kan je dus die trekvogels even voorbij zien komen. Ja, precies. En dan heb je bij Nieuw-Pekela nog een plek, dat heet het Heeresmeer. En daar zitten er ruim 30. Dat is echt een heel groot aantal voor ons land. Ja, dat zijn goede plekken om te kijken. Dat is voor de luisteraar om even wat... Of je de lachstern kan horen. We hebben ook volgens mij het witgatje. Is dit het witgatje? Ja, dit is een groepje witgatjes dat over mijn huis vloog. Ja. Zijn die leuke namen, hè? Lachstern en witgatje. Een witgatje, ja, prachtig, die beschrijft, die heeft natuurlijk een witgatje. Ja. Voor de rest eigenlijk, dat is eigenlijk wel het leukste. En ook het meest kenmerkende, dat hij die knalwitte stuit heeft. Als hij vliegt, dan zie je dat direct. Voor de rest is het een overwegend saai vogeltje toch wel, met wat vlekjes. Een beetje musachtig, toch? Of niet? Of is het... Nou, ja, als je een mus met een steltloper vergelijkt. Oh nee, sorry, ik ben nu... nee, het is wel een steltloper, maar met een soort bruine vleugeltjes. Ja, precies. Hij is bruin. Hij heeft natuurlijk een lang snaveltje als steltloper en een wit stuitje. Ja, die komen ook uit Scandinavië. En dat zijn echt met name nachttrekkers. Die hoor je vooral s'nachts. Als je s'avonds laat nog uit de kroeg komt, dan kan het zo zijn dat je door het gesuis van je oren heen van de kroeg het witgatje nog hoort. En reizen ze s'nachts gewoon ook vanwege het gevaar of zo om gepakt te worden? Wat is dan de reden? Nou, s'nachts vliegen, dat is gewoon op oriëntatie. Dus vogels kunnen zich heel goed oriënteren op de sterren. En het is iets veiliger. Ja, de regenwulp hebben we nog. Die klinkt ook wel beetje, markant, hè? Ja, een beetje. Klinkt ook wel voor de mensen die dat weten. Het klinkt ook wel een beetje als een dodaars. Het is een beetje een jodelend roepje. Ja, klopt.
Ja. En ja, wat die komen ook alweer. Hetzelfde verhaal, hè? Het najaarstrek is echt in volle gang. Maar ook dit is weer eentje die je nu weer in groepjes tot tientallen aan toe alweer kan tegenkomen. En het feit dat dat echt geen broedvogel is in Nederland is gewoon onbestaanbaar. Nee. Betekent, dat is gewoon echt bewijs dat die trek echt alweer aan de gang is. Ondanks dat het 40 graden is. Ja, dat die dus door is. En kan je al conclusies trekken dat het minder gaat? Ik bedoel, hier bijvoorbeeld bij Stadzicht hadden we dat er veel minder huisvaluwen waren. En zie je al aantallen die minder zijn dan vorig jaar? Of gaat het juist goed? Nou, nee, dat zou je misschien van zo'n lachstern, als je kijkt naar het aantal, zou je daar wellicht iets over kunnen zeggen. Dat, ik heb daar niet in die mate verstand van dat ik weet hoeveel lachsterns er normaal zijn en hoeveel het er nu zijn. En voor heel veel andere soorten zijn de aantallen zo groot en zo verspreid dat je nu in augustus nog niet kan zeggen of er heel veel meer of heel veel minder bosruiters bijvoorbeeld in Nederland aanwezig zijn. Ook als een mooi woord, bosruiter. Ja. De rosse grutto, die kunnen we nog de komende weken verwachten. Hè? Ja, die beginnen nu een beetje binnenkomen. Die zijn vaak wat net iets later. Wel zoals zo'n augustusvogel. Dat je bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, op de kwelderkusten, daar kun je echt hele grote groepen overtijende rosse gutto's tegenkomen. In het binnenland. In grote delen van Nederland zul je de rosse gutto niet zo snel tegenkomen. En zeker niet in groepen. Nee. Nou heb ik altijd, als de vogels komen, de zwaluwen en wat dan ook, dan word je een beetje vrolijk. Word je ook wat melancholiek nu alles weer vertrekt? Ja, dat heb ik wel en dat hebben heel veel mensen met die gierzwaluw. Ja, die gierzwaluw is echt zo'n dorps- of stadsgeluid. En dat gieren door die straten heen, dat maakt echt iets dat echt iets zomer is. Zelfs als ik het in een film hoor of in een Nederlands documentaire en ik hoor op de achtergrond die gierzwaluw, dan denk ik echt van, oh ja, het is echt zo'n Hollands geluid voor mij. En dat is, als dat weg is, dat is toch wel, ja, dan is het stil. En dan is het even slikken. Ja, dan is het empty nest syndroom. Daar zijn de kinderen vertrokken. Ja, daar hebben we allemaal een beetje last van. Dankjewel Joost van Brugge, trekvogel-expert van Zo van Vogelonderzoek. En dat je hier was. En we blijven het volgen. Ja. Ja, nu eerst. We gaan, dit was het eerste half uur. Of de derde half uur van...